Hoe maak je een paspoortzak met een klep? Wat je nodig hebt is 2 klepdelen, 2 paspels, een zakvoering en een zakinkijk. Verstevig de paspels eerst met vlieseline. Strijk ze dan in lengte dubbel. Daarna werk je de open kanten van de paspels af. Neem de op het patroon aangegeven zaklijn over op de goede kant van de stof. Als je losgeweven stof hebt, is het beter om aan de binnenkant de zaklijn met een strookje vlieseline te verstevigen. Leg 1 paspel met de afgewerkte kant langs de zaklijn. Stik deze met een kleine steek exact door het midden vast. Zorg ervoor dat je aan beide uiteinden minimaal 2 cm niet vaststikt. Leg de andere paspel tegen de vastgestikte paspel aan en stik deze ook vast. Het is heel belangrijk dat beide stiklijnen exact parallel lopen en precies haaks boven elkaar beginnen en eindigen. Knip nu de zakingang open, recht tussen de stiklijnen door en aan het einde schuin richting het uiteinde van het stiksel. Let erop dat je niet in de paspels knipt en ook de laatste steek van de stiklijn niet kapot knipt. Draai nu de uiteinden van de paspels naar binnen. Het kleine driehoekje dat is ontstaan na het knippen van de zakingang duw je ook naar binnen. Vouw het pand om zodat je de uiteinden van de paspel ziet. Leg het driehoekje goed glad zodat er geen plooitje zit aan de boven- en onderkant. En stik het vast. Zorg ervoor dat de paspels strak tegen elkaar aan liggen en de uiteinden ook op 1 lijn als je stikt. Als je dat lastig vindt, kun je ook eerst de paspels met een paar steekjes met de hand tegen elkaar aannaaien. Als je de zak rondom door wil stikken, moet je dat nu doen. Begin en eindig dan aan de korte kant. Ik heb hem niet eerst gestreken, maar het werkt wel makkelijker als je dat wel doet. Nu moet je nog de binnenzakken aan de naden van de paspel stikken. Werk eerst de rechterkant van de zakken af. Stik de kleinste zak aan de naad van de onderste paspel. Leg de kleppen netjes op elkaar. Stik de buitenrand met kleine steek. De rechte bovenkant van de klep stik je niet. Knip de naad bij de rondingen af tot 3 mm vanaf het stiksel. Keer de klep. Deuk de hoeken goed uit en strijk hem. De kant waar de vlieseline op zit is straks de kant die je ziet als de zak klaar is. Houd deze kant bovenop als je hem doorstikt. Werk ook de bovenkant van de klep alvast af. Leg de klep langs de bovenkant van de zakinkijk. Zorg ervoor dat hij netjes in het midden zit. Stik hem vast langs de rand. Schuif de klep van binnenuit door de zakingang heen. Check aan de buitenkant of de klep recht zit en netjes in het midden. Als dat allemaal klopt, kan je de zak met klep aan de naad van de bovenste paspel stikken. Nu nog de beide binnenzakken op elkaar stikken, eventueel bijknippen en afwerken en hij is klaar.